Gefeliciteerd, 75 jaar. Dank u wel. Bijzonder moment. En ik ben erg blij dat jammer dat ik niet fysiek bij u aanwezig kon zijn eerder deze maand om stil te staan bij het 75-jarig jubileum. Maar het werk is belangrijk genoeg om het ook in ieder geval dan maar op afstand toch een soort van werkbezoek, in ieder geval gesprek te hebben met u. Dus ik ben blij dat het kan. Welkom, Majesteit. Inderdaad, zoals u het hebt gezegd, vandaag is ons verjaardag. Het Humanistisch Verbond bestaat precies vandaag 75 jaar. We streven als Humanistisch Verbond naar een vrije en humane samenleving waarin iedereen gelijk wordt behandeld en waarin we omzien van elkaar. Maar daar zijn we nu nog niet. Er is nu nog een hoop te doen. Belangrijk daarbij is, we hebben elkaar hard nodig. Want vrijheid maken we samen. We zijn maatschappelijk agenderend en persoonlijk inspirerend. We staan voor het beschermen van belangrijke vrijheden en staan voor een humane samenleving. Wat is vrijheid nu? En waar staat het vrijheid denken voor de toekomst? Dat wordt de belangrijkste vraag voor dit jaar, maar ook zeker de toekomst. Straks hoort u het wel van de andere sprekers en we hopen dat wij bij u een blijvende indruk achterlaten. Fantastisch. Ja, kijk, ik ben natuurlijk ook betrokken bij Stichting Premium Erasmianum. De eerste grote humanist van Nederlandse bodem die dat vanuit zijn geloof deed. Maar de wijsheden van 500 jaar geleden die zijn nu nog steeds zeker van toepassing. En toen was het geloof natuurlijk centraal in de maatschappij. En nu is juist de ontkerkelijking bijna centraal in de maatschappij. En in beide gronden vindt het humanisme goede voedingsbodem. Wat ik zo interessant vond in het voorbereiden van vanmiddag, het stuk over te lezen over de oorsprong van het Humanistisch Verbond, dat Van Praag zei dat het juist mede door de leegte die er was, dat daardoor nationaal socialisme zo'n kans had om wortel te schieten en bij mensen vat te krijgen en dat ze er open voor stonden. En dat ook als er dus een leegte door gebrek aan godsdienst was, dan moest je dat opvullen met iets anders. En waar het Humanistisch Verbond dus zo'n belangrijke rol in speelt. Prachtig, dank. Dank voor de verbintenis naar een van de oprichters, die inderdaad vandaag, 75 jaar geleden, daar in Amsterdam, op een van de grachten het Humanistisch Verbond oprichtte. De huidige voorzitter, directeur, is Christa Kompas. Christa, kan jij iets meer vertellen over hoe je als organisatie als deze met een... hoe je dan actueel blijft en hoe jullie het in een tijd van ontkerkelijking toch voor elkaar hebben gekregen om in ledental te groeien. En we zien natuurlijk eigenlijk in deze tijd dat die emancipatie van ongelovigen wonderbaarlijk in ons daar zullen mensen anders over denken, goed gelukt is, hè, van de situatie. Toen wij opgericht werden, toen pleitten er ook mensen mee. Rob Tielman deed het waarschijnlijk beter. Wilden wij geestelijke verzorgers in gevangenissen hebben. En toen zei minister nog van, ja, dat is net alsof je gevangenen stenen geeft in plaats van brood. Dat is een soort het humanisme. En nu is dat ondenkbaar. Hè? Dus nu is in dit land is het heel vanzelfsprekend. Ik denk dat wij dat heel goed kunnen verwoorden in Nederland. En dat dat ook aangeeft dat we urgent zijn op die thema's van leven, liefde en dood. Daar zoeken mensen ons ook op. Daar voeren wij natuurlijk het gesprek over abortus, over euthanasie, over de Nashville-verklaring, over anti-homo-verklaringen. En mensen realiseren zich in deze tijd steeds vaker dat het belangrijk is om daar je weer op te organiseren, om dat gesprek te voeren. En dat er niet alleen maar zoiets is als vooruitgang, maar dat we over leven, liefde en dood nou eenmaal fundamenteel van mening verschillen in dit land. Ik vind het heel mooi, want... Ik zit met name met zo'n Nashville-verklaring waarvan je zegt van ja, 95% van de Nederlanders vindt het sowieso onzin, die hele verklaring. Denk je van waarom zou je daar nog actief iets tegen in moeten brengen? Maar als je het niet doet, als Humanistisch Verbond of wie dan ook, dan blijft het in de luchtledige hangen. Dan is er geen tegenkracht die geboden is, hoe klein of symbolisch ook. Maar mensen moeten toch, ook al ben je er zelf niet actief in, is het wel goed om te zien dat er een tegenkracht actief uit de maatschappij komt. Ik denk dat wij beter dan andere organisaties echt ons steeds bewust zijn dat je ook heel anders over liefde, leven en dood kan nadenken. En dat dat ook mag. Ja. Maar dat wij, omdat wij dat weten, zo goed in staat zijn om dat gesprek te voeren. Ook over abortus,
ook over euthanasie. Als het moment daar is, willen ze wel dat ze die waardige dood kunnen krijgen. En hoe mensen mij daar echt op aanklampen bijna. Dankjewel. Met jouw permissie ga ik naar van de schouders waar jij op staat. Hè? Want je staat altijd op de schouders van reuzen. Rob Tielman, jij hebt een ongelofelijke bijdrage aan de ontwikkeling van het humanisme in Nederland geleverd. En het belangrijkste misschien wel is die grondwetswijziging van 1983, waarin er een gelijke behandeling voor niet-gelovigen eigenlijk is gecreëerd, grondwettelijk. Er moest een nieuwe grondwet komen. En in artikel 1 was er sprake van dat er geen discriminatie mag zijn op grond van godsdienst. En toen hebben we heel nadrukkelijk samen met Hein Roethoff en Annelien Kapijnen van de Capello vanuit PvdA en VVD gelobbyd om ervoor te zorgen dat er godsdienst en levensovertuiging komt te staan. En dat moest dan ook in de hele grondwet en de wetgeving enzovoort. Net zoals eed en belofte gelijkgesteld zijn, moest het ook in de grondwet terugkomen. En toen dat gebeurd is, waren wij de eerste in de hele wereld die de gelijkberechtiging van godsdienstige en niet-godsdienstige mensen in de grondwet heeft opgenomen. Gelukkig zijn er nu een aantal landen meer, maar nog niet erg veel. En dat betekent dus ook dat we, en ik ben ook een tijdje internationaal voorzitter geweest, dat het ontzettend belangrijk is dat Nederland wat dat betreft trots mag zijn op het feit dat we een goed voorbeeld hebben gegeven als het gaat om de gelijke behandeling. En dat is een kwestie van lobbyen. Ik liep de deur plat op het Binnenhof. Dat kun je niet meer voorstellen, want nu kun je niet zomaar binnenlopen. Maar dat heeft heel veel tijd gekost, jaren. Maar het is gelukt. Ik ben socioloog en er is veel sociologisch onderzoek gedaan naar hoe zijn de geestelijke stromingen nu in Nederland. En dan zie je dat toch inmiddels het denken dat mensen zelf zin en vorm mogen geven aan hun eigen leven, zolang ze het zelfbeschikkingsrecht van anderen accepteren, dat beginsel nu een groot draagvlak heeft in de Nederlandse samenleving. Er zijn ook heel veel mensen die dus hun zingeving ontlenen aan het feit dat ze aan cultuur kunnen doen. Vormen van zingeving die een ruimere vorm hebben, zoals onze cultuur, muziek en theater enzovoort. Ik ga met jullie permissie, hoe belangrijk ook, omdat die om bloemlezing compleet te maken naar het volgende onderwerp. En die mag ik kort toelichten. En het gaat heel erg over de bronnen die het humanisme ook geven bij inspiratie als het gaat om geestelijke nood. En ik kende het humanisme eigenlijk al vanuit zijn formele kant, maar eigenlijk nog niet zo goed vanuit die kant, tot ik in 2009 helaas een grote persoonlijke zoektocht moest aangaan na het overlijden van onze zoon Lucas. En die was 7 maanden oud, acute longontsteking, een dramatisch levensveranderende gebeurtenis. En bij de begrafenis, heel interessant, een paar dagen na zijn dood, bleek al dat wij volstrekt afhankelijk waren van religieuze tradities. Om een betekenisvol afscheid te geven, bleken wij Bach te gaan draaien. Een hele belangrijke kunstenaar die mij veel troost heeft geboden. En de begrafenis bleek ook vol religieuze rituelen te zijn, maar ik ben niet gelovig. Dus na afloop hebben we veel gepraat, mijn geliefde en ik, over hoe doe je dat nou goed na zo'n dood, zo'n verschrikkelijke gebeurtenis. En al heel snel werd mij toen gewezen op Foucault, die ik kende als een postmoderne, onleesbare filosoof. Ik heb daar ongelooflijk veel aan gehad en tot op de dag van vandaag. En heb me toen ook veel meer verdiept in. Stine zegt het ook zo mooi. Als je geen God hebt, dan heb je de filosofen. En dat is echt, dat was voor mij echt zo. En wat Foucault mij heeft geleerd is, ken uzelf opdat u goed voor uzelf kunt zorgen. En maak van je leven, zie je leven, zegt hij dan vervolgens, als een kunstwerk. Iets wat je elke dag maakt. Je bent niet iets, je wordt iets. Elke dag weer. En dat gaf mij handvaten om bijvoorbeeld je af te vragen, als je 7 maanden een kindje in je leven hebt gehad, hoe heeft hij jou veranderd? Hij heeft je gewoon beïnvloed en je bent voor de rest van, van je leven iemand anders door de ontmoeting, het zorgen, het leven met dat kindje. En dat was voor mij ongelooflijk behulpzaam tot op de dag van vandaag. En dat zit in die humanistische traditie. En dat vind ik, dat toen Christa mij vroeg of ik met u samen hier wilde zijn, hij zei, maar dan moet je dit wel vertellen. Want dit is het verhaal van het belang van humanistische zelfzorg. En dat doe ik met liefde, omdat het belangrijk is om te beseffen dat
mensen niet altijd een god hebben of een religie om na te denken over het goede leven. En dat dan andere bronnen, humanistische bronnen, belangrijk kunnen zijn voor mensen om te helen. En om manieren te vinden om te gaan met tegenslag. En dat wilde ik heel graag met jullie delen. Nou, ik vind het heel bijzonder en je merkt nog aan hoe diep het zit. Wat het eigenlijk ook zegt, is precies waar de mens altijd, die kan het niet alleen. Nee. We kunnen het gewoon niet alleen, als het echt tegen zit. Je hebt iets nodig om mee, de spiegel. En of dat nou godsdienst is, of een levensovertuiging, of wat dan ook. Als je natuurlijk ergens tegenaf gezet hebt, als je zegt, ik ben niet gelovig, want ik heb een probleem met een geloof of met een kerk, eigenlijk meestal hoe ermee omgegaan wordt, dan zoek je iets anders. Maar uiteindelijk hebben we iets nodig. We gaan naar een ander iemand die dit heel erg, die dat niet gelovig zijn en het effect dat kan hebben op een leven, gaan we nu bespreken. En dat doen we met het bijzondere levensverhaal van Maurit Aziz. Maurit is enkele jaren geleden hier naar Nederland gekomen, uit Afghanistan gevlucht, omdat hij een levensgevaar was vanwege een opgenomen gesprek dat werd uitgezonden tijdens het vrijdaggebed. Maurit, wanneer werd jij je bewust van het feit dat je als niet-gelovige eigenlijk weinig bescherming hebt in dit leven? Toen ik een kleine kind was en ik was niet geaccepteerd door mijn familie en in de maatschappij en veel gediscrimineerd omdat ik anders geloofde dan de rest van mijn familie. En dat vond ik het moment wanneer ik me niet meer beschermd voelde. En ik krijg zeg maar geen ondersteuning van andere leden van mijn familie omdat ik anders geloofde. Mag ik aan het begin even een vraag stellen? Want het is natuurlijk heel bijzonder dat u op een of andere manier anders het geloof zit. Zeker als in zo'n gemeenschap is in Afghanistan. Bent u een leraar tegengekomen en iemand op straat tegengekomen? Wat heeft u uiteindelijk getriggerd om over het überhaupt te gaan nadenken over het geloof op een andere manier in zo'n omgeving als Afghanistan? Als een kleine kind had ik altijd een intellectuele benieuwdheid om over dingen te praten en vragen van over profeten en Mohammed of Jezus of andere profeten, had ik altijd aan mijn broers gevraagd, heel veel vragen gesteld. En die antwoord was altijd iets die zeg maar onlogisch was en klonk een beetje anders en klonk een beetje zeg maar een fantasie. Hoe is het eigenlijk, je kijkt ook goed naar de wereld en je bent een heel studieus type. Hoe gaat het nou met de niet-gelovigen in deze wereld? In deze wereld een niet-gelovig te zijn, in het begin was het dwingend omdat ik omdat ik mezelf niet geaccepteerd in een nieuw land of een ander land. Maar ja, als je zelf accepteert wie je bent of je accepteert je identiteit, dan je geeft jezelf de recht om niet gelovig te zijn of geloven wat je wil. En zolang dat je niet andere mensen pijn raakt of pijn deed, jezelf denkt en samenwonen. En dat is de bedoeling. Het was een, zeg maar, een vorm van vrijheid, een aanraking van Nederlandse cultuur die ik door humanistisch verbond heb gekregen of gezien. Ik zag dat het een aanraken van Nederlandse cultuur is. Een hele grote vorm van vrijheid. Je kan je mening met andere mensen, zeg maar, 8 of 7 verschillende nationaliteiten delen. En zonder jezelf schuldig of één iemand die een lagere niveau is te voelen. Of zonder te pijn voelen of jezelf schuldig te voelen, kun je mening vrij met andere leden van Humanistisch. Ik kon mijn mening met andere leden van Humanistisch Verbond delen. Dus dat was heel bijzonder voor mij. Dus hier in Nederland was een vorm van vrijheid. En ik zag dat heel veel mensen denken, net als ik. En mijn mening, wie ik ben, is geaccepteerd hier in dit land. Dankjewel, Maurit. We gaan naar het laatste onderdeel. We maken het af, want u begon inderdaad al met de verwijzing naar Erasmus, majesteit. Dat is terecht natuurlijk. Het humanisme staat ook bekend om zijn grote denkers.
Nee, wij hebben Stine Jensen. Stine, take it away. De grote denkers. Wat kun je ons nog aan troost of inzichten bieden? Wanneer het gaat om echt hele grote kwesties, leven, dood, maar ook keuzes die we moeten maken in het leven. Van naar welke school wil ik toe tot en met, wil ik kinderen, met wie wil ik een relatie? En je gelooft niet, waar baseer je dan op? Hè? Hoe maak je keuzes? Wat is de zin van het leven? En dan inderdaad, als er geen geloof is, dan, ja, dan de filosofie. Maar nou blijkt, de filosofen zelf die geven ook geen duidelijk antwoord op die vraag. Sterker nog, ze brengen de verwarring op een hoger niveau. En dat is misschien maar goed ook, want ze stellen eigenlijk het oordeel uit, het snelle oordelen. En dat hebben we in deze samenleving heel hard nodig, dat we niet te snel meer oordelen. En, want dan krijg je die gepolariseerde samenleving. En ik vond het geweldig dat hij begon met Erasmus. Dat was hartverwarmend, want ik keek in mijn boekenkast, u ziet hem hier achter mij. Ik woon misschien wel een beetje in boeken. Waar mijn boeken zijn, is mijn thuis, zij Erasmus. Ik kijk eens dit prachtboek met een koninklijk gekleurde omslag. Dat staat ook bij mij in de boekenkast. De Adagia van Erasmus, een grote inspiratiebron. Ook een van de grondleggers van het humanisme. En inderdaad, zoals u terecht zei, een bron van inspiratie voor gelovigen en niet-gelovigen. Ja. Dat is een van die bronnen van inspiratie. Ja, mag ik u ook een vraag stellen? Bent u ook geïnspireerd door Erasmus? Is er een denker, een filosoof die u inspireert bij uw werk? Nou, ik ben niet een boekfilosoof. Ik bedoel, wat dat betreft ga eigenlijk alles van de Grieken tot aan Cruijff. Maar de laatste was een grap. Ja, er is ook een andere grote humanistische filosoof, Spinoza. Ja. Ik loop heel vaak nog langs zijn standbeeld in Amsterdam. Het doel van de staat is de vrijheid, staat erop. Het is een prachtig standbeeld. Dat gaat over de vrijheid van meningsuiting. Ook hij had natuurlijk een opvatting van geloof. Dus in het begin van die traditie van het humanisme zit natuurlijk wel heel veel spiritualiteit, ook opening. En voor mij gaat het humanisme ook wel over die verbinding. Mooi ook om te zien toch dat het niet alleen dat moment, maar dat ook nu nog steeds relevant is. En juist in die polarisatie misschien juist steeds relevanter wordt. Dat mensen toch verdieping zoeken en wortels zoeken. Die ze misschien van huis uit met de kerk meegekregen hebben. Tijdelijk ergens anders geparkeerd hebben. En nu toch weer iets zoeken waar ze naar terug kunnen grijpen. Misschien kan het Humanistisch Verbond daar ook een rol in spelen. Dus ja, ik vond het een hele interessante bloemlezing. Heel verschillende kanten ook. Heel veel dank ook voor de manier waarop u al deze kanten hebt belicht. We zijn blij en dankbaar dat u het inderdaad de verjaardag met ons mocht vieren. En ook zeer goed voorbereid. En ook dat u de gedachten omarmt. Ik hoop dat het wel blijft ons daarin volgen. En wie weet misschien nog tot gauw, zou ik het zeggen. Dus dank zeer voor uw aanwezigheid. Maar ook aan andere deelnemers dat jullie allemaal hebben een mooie bijdrage hebben geleverd. En Natasja, voor jouw persoonlijke touch die je hebt, volgens mij ons allemaal hebt geraakt. Heel veel dank en veel succes voor de komende 75 jaar.